Hoofdstuk 12. Holt keek naar de roos waarop Will had staan oefenen. Hij knikte tevreden. Niet slecht, zei hij. Het gaat al een stuk beter. Will kon dat niet helpen. Hij begon van oor tot oor te grijnzen. Voor Holt was dit al heel wat. Hij was erg zuinig met complimentjes. Holt zag hem lachen en voegde er dus maar meteen aan toe. Als je nou blijft oefenen, en ik bedoel heel veel en lang oefenen, dan word je ooit misschien nog wel eens een middelmatige scherpschutter. Will wist niet precies wat hij zich erbij moest voorstellen, een middelmatige scherpschutter, maar het klonk niet positief, dus hield hij op met grijnzen. Genoeg geschoten voor vandaag, kom mee. Holt liep over een smal pad het bos in. Waar gaan we heen? Vroeg Will hijgend, half rennend om de jager bij te houden. Holt sloeg dramatisch zijn ogen op naar de kruinen van de bomen. Waarom stelt deze leerling zoveel vragen? Zuchtte hij. Natuurlijk gaven de bomen geen antwoord. Ze liepen een uurtje of zo flink door, tot ze waren aangekomen bij een slordige verzameling gebouwen midden in het bos. Will brandde van nieuwsgierigheid, maar hij wist inmiddels dat Holt zelden antwoord gaf op zijn vragen, dus beet hij op zijn tong en wachtte af. Holt liep naar de grootste van de niet al te stevig uitziende hutten en bleef daar staan. Hij gebaarde Will hetzelfde te doen. Bob, hé daar, ouwe Bob, ben je daar? Will hoorde binnen iemand rondstommelen en toen verscheen er een gestalte in de deuropening. De man had een lange, verwarde baard, fel wit van kleur. Zijn hoofd was bijna kaal. Terwijl hij grijnzend en knikkend Holt verwelkomde, stokte Wills adem in zijn keel. Wat stonk die kerel, als een stal en geen schone stal. Goedemorgen, beste jagerman, zei oude Bob. Wie is dit veulen dat je meebrengt? Hij keek nieuwsgierig naar Will. Zijn ogen stonden scherp en helder, wat verrassend was door zijn onverzorgde uiterlijk. Dit is Will, mijn nieuwste leerling, antwoordde Holt. Will, maak kennis met oude Bob. Goedemorgen, meneer, zei Will beleefd. De oude man lachte kakelend als een kip. Hij zegt meneer, hoor je dat, jagerman? Dat kereltje noem me meneer. Dat wordt vast en zeker een goede jager. Will lachte naar hem. Hoe veel en vies hij ook was, je moest hem wel aardig vinden, die oude Bob. Misschien ook wel omdat hij helemaal niet onder de indruk leek van Holt. Will kon zich niet herinneren dat ooit iemand het gewaagd had zo familiair met de jager om te gaan als oude Bob. Holt bromde ongeduldig iets terug. Zijn ze klaar? Vroeg hij. De oude man kakelde weer van kennelijk plezier en knikte. Ja, klaar zijn ze. Kom maar kijken. Hij ging hen voor naar de achterkant van de hut, waar een kleine manege bleek te liggen. Aan de verste kant daarvan stond een schuurtje, of eigenlijk meer een afdak zonder muren. Oude Bob floot plotseling zo hard en schel dat Will opschrok uit zijn gedachten. Zie je? Bob wees naar het afdak. Will keek nog eens goed en ineens zag hij twee kleine paardjes op en af komen draven. Toen ze dichterbij waren zag Will dat het eigenlijk een paardje en een pony waren. Maar ze waren allebei klein en hadden een dikke vacht. Ze leken in niets op de grote glanzende strijdrossen waarop de baron en zijn ridders ten strijde trokken. Het grootste paardje liep recht op Holt af. Hij klopte het op de hals en gaf het een appel uit een mand die daar ongetwijfeld om die reden stond. Dankbaar vermaalde het dier de appel tussen zijn kaken. Holt boog zich voorover en fluisterde het een paar woorden in zijn oor. Het paard wierp zijn hoofd achterover en hinnikte, alsof de jager zojuist een grap had verteld. Daarna liep het beest naar oude Bob en wachtte totdat het nog een appel gekregen had. Toen pas keek het met één bijzonder verstandig oog naar Will. Deze hier heet Trek, zei de oude man. Zo ongeveer jouw maat, niet? Hij gaf het leidsel aan Will, die het aannam en het paard recht in de ogen keek. Het was een harig klein mormel met korte maar stevige benen. Zijn lijf was net een tonnetje. Zijn manen en staart waren niet gekamd of geborsteld. Will dacht dat het geen bijzondere indrukwekkend paard was dat daar voor hem stond. Hoe vaak had hij niet gedroomd van zijn eigen paard, waarop hij op een dag ten strijde zou trekken. Zwart en glanzend zou dat zijn, glimmend gepoetst als droeg het een zwart harnas. Het paard leek zijn gedachten te lezen en gaf hem met zijn hoofd een zachte duw tegen Wils schouder. Ik ben dan misschien niet heel groot, leek hij te zeggen, maar ik zal je nog eens verrassen. Nou, zei Holt, wat vind je van hem? Hij aaide het dier over zijn zachte neus. Het was duidelijk dat hij en het paard oude vrienden waren. Will aarzelde. Hij wilde niemand voor het hoofd stoten. Hij is niet erg groot, zei hij tenslotte.
Nee, en jij ook niet, antwoordde Halt prompt. Daar had Will niets op te zeggen. Oude Bob barstte weer een lach uit. Het is geen strijdrol, zei Jochie. Nee, dat is het zeker niet, zei Will ongemakkelijk. Hij vond Bob aardig en hij voelde dat de kritiek op de pony misschien wel als een persoonlijke aanval zou opgevat worden. Nee, maar deze hier kan elk van die fraai uitziende luxe paardjes 10 keer aan, kakelde oude Bob trots. Hij is heel sterk, onze knaap, en hij blijft doorlopen nog lang nadat die luxe beesten dood op in elkaar gezakt zijn. Will keek met enige twijfel naar het slordige beestje voor hem. Vast wel, antwoordde hij beleefd. Halt leunde tegen het houten hek. Als je het niet gelooft, probeer het maar eens uit, stelde hij voor. Je bent snel genoeg. Laat hem los en probeer hem dan weer te vangen. Will ging de uitdaging aan. Hij liet het leidsel vallen. Het paardje trippelde meteen een paar stappen weg, alsof het doorhad dat dit een test zou worden. Will dook onder de balken van de omheining door. Uitnodigend stak hij zijn hand uit. Kom jongen, kom eens hier. Blijf eens braaf staan. Hij probeerde de leren riem te pakken, maar het paardje danste meteen van hem weg. Eerst naar één kant, toen naar de overkant. Hij liep helemaal om Will heen en huppelde weer van hem vandaan. Will probeerde het nog een keer, maar weer wist het paardje hem eenvoudig te ontglippen. Will voelde zich langzaam een beetje voor joker staan. Als hij dichterbij kwam, liep het paard gewoon van hem weg. Hij dreef het in een hoek. Maar toen Will dacht dat hij het te pakken had, sprong hij ineens langs hem heen en weg was hij weer. Will werd ongeduldig en holde het dier achterna. Het paardje hinnikte vrolijk. Hij vond het blijkbaar wel leuk, zo'n spelletje. En zo ging het nog even door. Will kwam dichterbij, maar als hij hem probeerde te pakken, sprong het beestje vlierensvlug een andere hoek in. Zelfs binnen de kleine omheining wist Will het niet te pakken te krijgen. Hij hield ermee op. Halt stond naar hem te kijken. Will dacht na. Er moest toch een slimmere manier zijn om dit paardje te vangen. Zo lukte het nooit. Misschien... Zijn oog viel op de mand met appels naast het hek. Vlug boog hij zich eronder door en pakte een appel. Toen liep hij naar het midden van de manege en ging daar stokstijf staan, de appel in zijn uitgestrekte hand. Kom nou jongen, zei hij zacht. De oren van Trek staken recht omhoog. Trek hield van appeltjes. Hij vond de jongen ook aardig. Hij was best goed in het spelletje dat ze speelden. Hij sloeg zijn hoofd achterover en trippelde naar voren. Nam voorzichtig de appel tussen zijn lippen. Will pakte het tuig vast terwijl het paardje tevreden op de appel kauwde. Als een paard er tevreden uit kon zien, dan deed dit paard dat. Will keek op en zag hoe Halt goedkeurend knikte. Goed nagedacht, zei de jager. Oude Bob gaf hem een stoot met zijn elleboog. Wat een slimmerik, kakelde hij opgewekt. Hij is slim en beleefd. Hij en Trek zullen een goed team vormen, denk je niet? Will klopte het dier op de dikke vacht in zijn nek en kriebelde het tussen zijn oren. Hij keek naar de oude man. Waarom heet hij Trek? Meteen wierp de pony zijn hoofd achterover, waarop Wills arm bijna uit de kom werd gerukt. Will struikelde en had moeite zijn evenwicht weer te vinden. Oude Bob's kakellach weer galmde door het bos. Wat dacht je, jongen? Wat dacht je? Zijn lach was aanstekelijk en ondanks de pijn in zijn schouder moest Will ook lachen. Halt keek naar de zon, die inmiddels snel wegzakte achter de bomen. Neem Trek mee naar het afdak, dan kan Bob je laten zien hoe je hem moet verzorgen en zijn tuig natuurlijk. Hij wendde zich tot de oude man. We blijven vannacht maar eens slapen, Bob, als je dat goed vindt. De oude paardenman knikte. Ik ben blij met jullie gezelschap, jager. Soms ben ik zo lang met die paarden alleen dat ik begin te denken dat ik er ook een word. Zonder erbij na te denken, greep hij in de mand met de appels en nam een flinke hap, net als Trek zojuist gedaan had. Halt keek hem aan, één wenkbrauw opgetrokken. Misschien zijn we dan nog net op tijd gekomen, zei hij droogjes. En morgen zullen we eens zien of onze Wil hier net zo goed is in het leren bereiden als in het vangen van een paard. Dat vooruitzicht beloofde Will weer een slapeloze nacht. Bob's hut bestond uit maar 2 vertrekken, dus ging Halt na het avondeten op de vloer liggen, voor de kachel. En Will lag in het droge warme stro in het stal. Hij luisterde naar de stille, vriendelijke geluiden van de paarden. De maan kwam op en verdween weer terwijl hij klaar wakker lag na te denken over wat de dag voor morgen zou gaan brengen. Zou hij dat kunnen, op Trek rijden? Hij had nog nooit op een paard gezeten. Zou hij er niet meteen weer afvallen? Zou het pijn doen? Zou hij voor gek staan?
Hij vond oude Bob aardig en hij had helemaal geen zin om zich belachelijk te maken. Zeker niet bij Halt, besefte hij, een beetje tot zijn eigen verrassing. Hij vroeg zich nog af waarom dat ineens zo belangrijk leek te zijn, toen hij toch wegdommelde.